kinderboerderij, Piet. Ja. We zijn in volle afwachting van Sinterklaas, die zo dadelijk zal komen, voor het 10e jaar hier in het IVN-gebouw. En binnen is het al heel gezellig, ondanks het slechte weer. Veel kinderen en ouders, wij gaan gauw een kijkje nemen. Ik heb de kinderburgemeester meegenomen. Welkom samen. Welkom, welkom hier. Wat geweldig. Wat prachtig dat u ons bezoekt. Ja, nee, ik kom elk jaar even. Maar dit jaar was het een beetje besneeuwd. En dank u wel dat ik weer dit jaar hier in dit prachtige gebouw mag overnachten. Ja, met liefde. Want het is een heel warm plek. Ga maar slapen, tot lieve Sintje. Piet, wil jij deze bij de mooie tekeningen leggen? Zeker. Wil je ook nog even de staf vasthouden? Zwaar. Wat wil je graag zien? Welk cadeautje wil je? Welk cadeautje? Een fototoestel. Piet, hoor je dat? Zeker dat is een nou, kijk. Charlie wil een foto. Charlie wil een foto. Hé, wat zie jij prachtig uit, zeg. Dat kan zo een Piet worden. Heb je hier een Pieterdiploma al? Heb je die vorig jaar al gehad? Ja. Dan moet je alleen even een herhalingscursus doen. Ja. Ja. Ga je dat doen? Nou, hartstikke leuk. En wat wil je voor Sinterklaas? Nou, dat geeft niet. Hè. We hebben nog zoveel tijd om een mooie verlanglijstje te maken. Ga je die in de rode brievenbus doen of in je schoen? In de schoen. Dat is goed. Annie, jij bent vrijwilliger hier en je wordt begeleid door twee Pieten, zie ik. Ja, heel graag, want het is heel veel werk. Alleen zou ik het niet kunnen. Ik heb die Pietjes heel graag en heel vaak nodig. Ja. Wat doen de Pietjes voor jou? Wat doen de Pietjes? De Pietjes zorgen gewoon dat de kinderen het hier heel erg leuk vinden. Dat ze gewoon hun spelletje kunnen spelen. Dat ze Sinterklaas een handje kunnen geven. Dat ze, in ieder geval, dat Sinterklaashuis een feest wordt voor jong en oud. Ja, want het is 10 jaar dat Sinterklaas hier logeert. En er is een extra programma, speciaal programma heb ik begrepen. Wanneer is dat en kun je daar iets over vertellen? Nog heel weinig van de blijft de verrassing. Dat is, om te beginnen, in 2015 zijn we gestart met de Logeerpartij voor Sinterklaas, dus dat is 10 jaar geleden. We hebben niet 10 volle jaren de logeerkamer op kunnen bouwen, in verband met corona natuurlijk. Maar het is 10 jaar geleden dat we dus begonnen zijn. Aanstaande zondag, de 24e, dan zijn er wat feestelijkheden. Hoog, van links naar rechts en dan omhoog. Gimpie doet het op het strand, Rijnpiet aan de waterkant. De hele dag maar door, ik doe het nog eens voor. Pepernoten eerst naar links, pepernoten dan naar rechts. Pepernoten naar voor, zo dansen ze. Pepernoten dan maar in.